Hoi, leuk dat je even komt kijken bij mijn filmpje. Vandaag wil ik werken met papier, inkt, lint en een mooie stempelset. Ik gebruik als stempelset de Awesomely Artistic, waar we gaan werken met de bloem en de tekststempel. Ik heb dit doosje bedacht als bedankje voor de mensen die een bestelling plaatsen in de maand april. Natuurlijk hoort er wat lekkers in, maar dat komt helemaal goed. Ik zet deze even aan de kant. Wat heb je nodig? Een simpel stukje papier van 12 bij 13 centimeter. Aan de 13 centimeter zijde maak je twee rillijnen, te weten op de 2 centimeter en op de 11 centimeter. Aan de 12 centimeter zijde maak je een rillijn op de 2 centimeter, de 5 centimeter, de 7 centimeter en de 10 centimeter. Ik gebruik deze mooie nieuwe Pondsvoll Stamping Up om met deze een uitsparing te maken waardoor het lint netjes er doorheen kan. Ik hou hem een beetje recht boven het papier. En dan ziet u dat hij de uitsparing maakt. Dan gaan we stempelen. Zoals gezegd, de bloemenstempel en de tekststempel. Ik gebruik daarvoor het inkt van Stamping Up. De Pool Party. En de tekststempel in dezelfde kleur. Dan gebruik ik gelijk een schaar om wat dingen in te knippen. Aan de voorzijde knip ik in aan beide zijden tot de eerste rillijn zoals u ziet. Dan draai ik het papier een kwartslag en dan de middelste gedeeltes en het laatste gedeelte knip ik ook even in. Belangrijk is dat u van het ingeknipte gedeelte even een klein stukje aan allebei de kanten afhaal. Dat zorgt dat het doosje zometeen net wat strakker in elkaar komt te zitten. Dat doe ik precies hetzelfde aan de andere zijde. En dan kunnen we het doosje gelijk aan in elkaar gaan zetten. Ik zorg even dat de vouwlijnen nog even voorgemaakt zijn. Gewoon met een vinger. Het is niet heel dik papier, dus dat werkt zo prima. Om het doosje in elkaar te zetten gebruik ik de Snail Achieve van Stamping Up. Die doe ik op de drie kleinere stroopjes. De voorzijde, de middelste en het laatste. En dan ga ik hem gelijk in elkaar zetten. En alle zijden maakt u vast. Het doosje vouwt dan zo keurig netjes over elkaar heen. Om het mooi te laten sluiten gebruik ik een stukje lint. Ik doe er natuurlijk eerst even wat lekkers in. Past precies. Van binnenuit haal ik even het lint er doorheen. En dan sluit ik hem. En dan doe ik hem om het doosje heen. En dan zorg ik dat ik er een mooi strikje bovenop krijg.
En eventueel te veel lint kunt u even wegknippen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Als u meer informatie wilt over de producten van Stamping Up of wanneer ik workshops geef, kijk dan even op mijn internetpagina www.dehobbytante.nl of zoek mij eens op Facebook, ook onder De Hobbytante. Vriendelijk bedankt voor het kijken en een fijne dag gewenst. Tot ziens!